Goedenavond, welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Mees Boeien. Mees, je bent van Scotty. Zeker, dat klopt. Nou, wat doet Scotty? Scotty is een software startup. We zijn eigenlijk een privacy startup. En waar wij op gericht zijn, is wij willen het mogelijk maken voor iedereen om versleuteld van persoon tot persoon berichten en bestanden te kunnen versturen naar normale e-mailadressen. En waarom is dat belangrijk? Nou, omdat we eigenlijk, wat wij op dit moment merken, is dat privacy is voor heel veel mensen best abstract. En we denken eigenlijk dat iedereen de tools zou moeten hebben om veilig te kunnen communiceren. Maar dat is op dit moment eigenlijk alleen maar voor een soort technische elite is dat bestemd. En we denken eigenlijk dat dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. En we vinden veel, is het onderwerp belangrijk genoeg voor, tussen aanhalingstekens, de massa? Ja, nou, met de hoeveelheid data breaches die plaatsvindt en steeds vaker zien we in het nieuws voorbij komen, bijvoorbeeld Cambridge Analytica, de Facebook-schandalen. De awareness omtrent privacy wordt steeds groter. Maar we merken inderdaad ook dat de drempel op dit moment nog te hoog is voor mensen om er echt iets mee te doen, om er iets aan te doen. En daarom willen wij mensen de tools geven om, we willen de drempel gewoon laag maken, zodat mensen zich daar eigenlijk geen zorgen over hoeven te maken. Kun je eens uitleggen hoe jullie dat doen? Want je zegt, we willen ze de tools geven. Wat voor tools zijn dat? Hoe werkt dat? Nou, wat Scotty op dit moment is, het is een applicatie, volledig web-based, waar je gewoon met je normale e-mailadres in kan. Vervolgens kun je dus gewoon berichten en bestanden versturen naar ieder ander e-mailadres. Maar vandaaruit ben je gegarandeerd dat de berichten en bestanden die je verstuurt volledig versleuteld zijn van jou tot ze bij de ontvanger zijn. Dus ook wij kunnen ze niet lezen. Dat is echt het zero knowledge principe. Ja, hoe werkt dat dan? Want over het algemeen werkt dat heel goed tussen mensen die bekend zijn bij jullie. Want ja, dat is een onderdeel, dat hoort dat bij encryptie. Ja, hoe werkt dat dan met mensen die niet bekend zijn bij jullie? Nou, wat we doen is, het belangrijkste is voor ons dat wij in ieder geval niet in onze gegevens kunnen. We willen die verantwoordelijkheid willen behouden bij de clients, zoals we dat zelf noemen. En wat we dus doen is, we passen bij bestaande Scotty gebruikers gebruiken we gewoon ons interne cryptosysteem daarvoor. En bij een externe gebruiker gebruiken we eigenlijk het multifactor kanaal. Dus een gebruiker krijgt een wachtwoordbeveiliging op zijn gesprek. En vervolgens ontvangt de ontvanger eigenlijk via een ander kanaal dat wachtwoord. En dat kan dus via sms, via WhatsApp, via een ander platform zijn. Zodat we in ieder geval zeker weten dat die persoon ook daadwerkelijk die persoon is. En daarmee kun je dan ook het gesprek unlocken. Nou, dat is wat heet het two-factor authenticatie. Ja, klopt. Waarin verschilt jullie systeem van wat we bijvoorbeeld kennen, althans de meeste mensen zullen dat kennen uit de zorg. Dat ja. Als je tegenwoordig met je huisarts mailt, dan krijg je ook allemaal ingewikkelde web-based linkjes. Ja, en dan moet je codes weer intikken en dan krijg je je informatie. Is het zoiets? Ja, nee, dat willen we juist echt voorkomen. We echt een inzicht dat wij zelf ook pas, wat we recentelijk opmerkten, was dat er zijn zoveel mijnomgevingen. Ja. Zoveel wachtwoorden, zoveel gebruikers staan voor mensen om te onthouden. Dat je als consument ook plat gebombardeerd wordt met allerlei kanalen waarover je informatie kan ophalen eigenlijk zelfs. Nee, Scotty is, je zou het moeten beschouwen als een normale e-mail inbox. Dus je ontvangt daar gewoon je gegevens mee. En het is niet zo dat de informatie in een soort portaal zit waar je het kan ophalen. Het wordt echt naar jou gestuurd. Jij ontvangt dus het integreert met je Outlook gewoon. Je krijgt in iedere e-mail-client krijg je gewoon een normale notificatie van Scotty dat er een veilig bericht voor je klaarstaat. Ja. En met één klik zit je in het gesprek en kun je je informatie zien, reageren. Dus, een paar weken geleden hadden we hier een start-up die zich specifiek richt op de medische sector. Ja. Noemde het ook al Ziver. Ja, bekend. Die integreren wel met die e-mail-systemen. Wat is het verschil tussen wat zij doen en wat jullie doen? Want zij hebben wel als eerste focus de zorg, maar zij hadden het ook over advocaten en dus ook mail en bestanden. Precies wat jullie eigenlijk ook zeggen. Ja, nee, zeker. Ziver is absoluut het bekende voor ons. En ik denk dat we als Ziver en Scotty, we hebben denk ik een gedeeld doel. Maar we hebben een andere motivatie en een ander middel. En wat bij ons de kracht is van ons platform, is volledig zero knowledge. Dus waar het bij ons om draait. Wat betekent dat, zero knowledge? Dat staat eigenlijk voor dat wij ons platform zo ontworpen hebben om zo min mogelijk te weten van onze gebruikers. Ja. Dus alle berichten en bestanden die je deelt, van de subject line tot de titel van je bestand, is voor ons niet inzichtelijk als zouden we het willen. Ja. Daar ligt de basis van ons platform. En dat dus dat betekent dat je in die zin niet te hacken bent. Want dat heeft geen nut, laten we het zo zeggen. Dat is ook een van de redenen. Ja. Het is natuurlijk een privacy-overweging, maar ook voor ons. Stel dat wij een data breach hebben, ook al hebben we daar goed voor gezorgd dat niet kan gebeuren. Het zou toch kunnen. Dan is er bij ons vrij weinig te halen. Dus we beschermen onszelf er ook erg goed mee. Ja, waarin onderscheiden jullie je van want dit is, iedereen duikt erop, hè, sinds de privacywetgeving in Nederland aangescherpt is, de AVG of GDPR als je het Europees wil bekijken.
Zeker. Er zijn best veel aanbieders die daar opduiken. Waarin onderscheiden jullie nou echt van de anderen? Nou, ik denk dat je dan moet kijken naar wat veiligheid in het algemeen is. En ik denk dat dat twee dingen zijn. Je hebt allereerst technische veiligheid. Dus daarmee garandeer je dus, is informatie die jij verstuurt niet onderweg onderschept, aangepast of door iemand anders gelezen naar de ontvanger. En het tweede aspect is controle, denk ik. En wat wij dus met Scotty ook doen, is op het moment dat jij dus berichten en bestanden verstuurt, krijg je een, we noemen het zelf een activity trail. En daarin kun je haarfijn zien wat is er met je informatie gebeurd nadat je het verstuurd hebt. Dus is het bericht geopend, is het bestand gedownload. De informatie kun je terugtrekken als je achteraf denkt van oeps, dat had ik toch niet willen versturen. Dus ook menselijke fouten willen we daarin terugnemen. Het is echt een balans tussen technische veiligheid en controle. Dat is waar we echt wel bijzonder in zijn, denk ik. Waarom ben je ooit gaan doen? Wat was de aanleiding? Ja, ik denk, ben je zelf een keer gehackt? Wat was de reden? Dat ook wel, maar het is oorspronkelijk is Scotty ontstaan eigenlijk uit de studententijd van Oscar en mij. Dat is eigenlijk niet zo heel gek lang geleden. Toen werkten we eigenlijk al een paar kleine filesharing appjes waren we toen bezig. En ondertussen hebben we allebei een soort liefde gekregen voor onze eigen privacy. Ervoor te zorgen dat we onszelf kunnen beschermen in de digital warfare waar we in zitten. Mm-hmm. En we denken eigenlijk dat, toen constateerden we eigenlijk dat de hele maatschappij draait op een systeem, namelijk e-mail, wat we allemaal kennen, wat eigenlijk gigantisch achterhaald is. En wij dachten eigenlijk van, ja, hoe kan het nou zo zijn dat er een select groepje is wat zich daar wel in kan beschermen, maar praktisch heel de wereld niet. En we denken eigenlijk, dus die tools moeten voor iedereen zijn. En daar werden we toen, ja, dat was deels een persoonlijke frustratie. Op een gegeven moment dachten we van, nee, we gaan er gewoon voor. Dus Oscar, dat is mijn mede-founder, heeft zijn studie stopgezet. Ik heb toen ontslag gediend bij mijn vorige werkgever. En daar zijn we er gewoon ingedoken. En daar gewoon voor gegaan. Hey, en dan ga je kijken van, wat is er allemaal op? Wat zijn de concurrenten? Wat zijn andere partijen die er al mee bezig zijn? Wat kunnen we toevoegen? Ja, zeker. Concludeerden jullie op basis van dat onderzoek? Nou, we zagen eigenlijk dat er één interessant aspect is. Inderdaad, de GDPR is super interessant. En het is je wordt ermee doodgegooid haast. Maar wat we eigenlijk zagen is, het wordt heel vaak geïnterpreteerd als in, het moet maar even. We moeten het maar even gehad hebben en dan kunnen we weer vooruit. Wij denken dat de mindset eigenlijk iets anders moet zijn. Privacy is iets wat ontastbaar is, maar wat wel heel erg belangrijk is. En waar we echt, waarvan wij geloven dat het een recht is wat we allemaal hebben. En wij denken dus dat bedrijven daar allemaal gewoon wat meer moeite in moeten stoppen. Om echt de mindset van hun merknemers ook in mee te nemen. Er zit wel een andere gedachte achter, denk ik. Hey, waar focussen jullie je nou op? Want ik hoor je heel veel e-mail noemen. Terwijl, klopt. Dat is natuurlijk weer heel wat anders dan bestandsuitwisseling. Ik zie, op het ene moment zeg je van, weet je, het gaat om je e-mailbox en dat soort gewone communicatie. Ja. Dus ben je eigenlijk, weet je, daar heb je al die initiatieven. Ik zei het al, je hebt Startmail van Startpage. Die hebben we natuurlijk ook gehad. Zeker. Ook encrypted mailoplossingen. Aan de andere kant, als je in de bestandsuitwisseling gaat zitten, zou je veel meer gaan concurreren met de WeTransfers van deze wereld. Waar begeven jullie? Of is het voor jullie hetzelfde? We hebben hier goed naar de markt gekeken, dus eigenlijk zoals je net vroeg. En wat we eigenlijk zagen is dat bedrijven vaak meerdere kanalen naast elkaar gebruiken. Dus als zij communiceren met een externe partner, dan gaat er bijvoorbeeld het berichtverkeer gaat via traditionele e-mail. Dan gaat het bestandsverkeer gaat over een ander platform, consumentengericht wellicht. Op die manier krijg je dus een verstrooide hoeveelheid informatie over verschillende kanalen. En wat we eigenlijk zagen is dus van, waarom maken we het niet anders? Draaien we het niet om? En zorgen we ervoor dat we gewoon één kanaal hebben waarin je en veilig berichtverkeer kan doen, en grote bestanden kan delen. Ja, theoretisch tot 42 terabyte, maar dat komt nooit voor. Wat is het grootste bestand tot nu toe? Even daarover. Volgens mij hebben we nu de 4 gig hebben we aangetikt. Okay. Ja, maar geen idee wat, want dat is natuurlijk de hele kracht van wat we doen. Ja. Nee, maar dus we hebben dat gefuseerd en we hebben dus nu één client waarmee je dat allebei kan doen. En naar iedere browser en dan naar iedere e-mailadres. Jullie principieel willen jullie niet weten zeg maar, welk verkeer er plaatsvindt. Ja. Maar als je dat zegt, zullen er meer mensen zijn die dan denken, oké, maar daarmee faciliteer je dus ook illegale transport, et cetera. Mensen dat tegen je zeggen, wat zeg jij dan? Waarom vind jij dat het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen stellen inderdaad. Ja. Maar dit geldt voor heel veel dingen. En allereerst, een crimineel, als die, want dat is denk ik waar je het over hebt, een crimineel circuit. Ja. Als die vertrouwelijke informatie willen uitwisselen over een platform waar ze helemaal anoniem op zijn,
dan kunnen ze dat toch wel. En bij Scotty ben je niet anoniem. Je bent wel geïdentificeerd. Dus je hebt je voornaam, je achternaam en je e-mailadres en een telefoonverificatie. En dat is al best wel een drempel voor het criminele circuit. Ja. Maar daarnaast, je kunt het van heel veel dingen zeggen. Dus inderdaad, als je in de keuken staat en je pakt een mooi mes, ja, dan kun je prachtige gerechten mee maken. Je kunt er ook andere dingen mee doen. Dat geldt voor heel veel oplossingen. En wij geloven in de goedheid van mensen. En dat het niet zo moet zijn dat de mensen die er criminele dingen mee doen, het verpesten voor alle mensen die er goede dingen mee doen. Ja. Hoe ingewikkeld, ik begon te vragen van, weet je, hoe groot is dat bewustzijn? Hè? Want natuurlijk, we zitten in een tijd waarin privacy een belangrijk onderwerp is. In een tijd waarin veel partijen, Facebook, je vragen bij kan stellen van wat ze doen met die gegevens. Ja, inderdaad. En toch, ik ben er zelf één van, hè, blijven mensen Facebook gebruiken? Wat is er nou voor nodig om zeg maar de gemiddelde, gewone gebruiker, niet de voorhoede die nou eenmaal met dat onderwerp heel erg bezig is, maar om die over een streep heen te trekken om dit soort tools als die van jullie te gaan gebruiken? Ik denk dat dat vooral komt omdat allereerst, als je het woord data security zegt of privacy zegt, en dan wordt dat dikwijls niet geassocieerd met een heel mooie, elegante, simpele oplossing. Je wordt plat gegooid met VPN-verbindingen, certificaten die je moet installeren, PGP. De drempel is te hoog. De drempel is gigantisch. En dus we denken eigenlijk dat we daar we zien dat ook ontstaan. Er is een trend gaande waarin je nieuwe applicaties ziet die privacygericht zijn, decentraal zijn, die heel eenvoudig en fijn zijn om mee te werken. Daar zijn wij er één van in mijn mening. Ja. En ik denk dus dat we gaandeweg een transitie gaan doormaken waarin mensen denken van het privacyvriendelijke alternatief is net zo makkelijk. En voor hetzelfde geld zit ik op een veilige oplossing. Dus ik geloof dat dat gaat gebeuren. Dus eigenlijk jullie accent is eigenlijk van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het even makkelijk te gebruiken is als die tools die mensen al kennen. Ja, dat is heel bewust. Als we die drempel hebben weggenomen en als we dan kunnen kiezen als het toch even makkelijk is en ook nog eens een keertje veilig. Dat is precies waar we naar streven. En het is ook vanaf het begin dus ons team, oorspronkelijke team, dat zijn dat is Oscar en ik. En Oscar is vanaf het begin echt volledig op user experience gericht geweest. En ik zit volledig op de software. Dus we zijn altijd al in een soort balans geweest tussen techniek en user experience. Hey, is dit een markt waarbij er uiteindelijk één grote overleeft? Ik kan me voorstellen dat het lastig is. Het heeft toch nadelen als je natuurlijk grote bestanden of mail verstuurt aan mensen die geen Ziver of in jullie geval Scotty-account hebben. Ja, dat kan wel. Dat het is, kan, maar het is ingewikkelder, want dan moet je een code invullen en dat soort dingen. Ja. Ja. Ik zei al, we hebben Ziver hier ook gehad. Kan dat allemaal naast elkaar bestaan? Zeg je, die markt is groot genoeg? Of is het zo'n markt van de winner takes it all? De markt is gigantisch. Ja. Dus ik maak me daar eigenlijk op dit moment totaal niet druk om. Maar wat ik wel heel erg geloof, is dat uiteindelijk de oplossing die gaat overleven op lange termijn, is de oplossing die voor een open standaard gaat. Iets wat in de toekomst schaalbaar blijft, iets wat niet eigendom is van één organisatie. En daarom hebben wij ook vanaf het begin al een ambitie uitgesproken dat wij graag open source willen gaan, dat wij geloven in openheid en transparantie. Dus we kiezen hier echt een wezenlijk andere approach. En we hopen dus ook dat dit platform... Leg dat eens uit. Waarom is dat een noodzakelijke voorwaarde voor succes? In jullie visie dan, hè? Omdat daar denken heel veel andere partijen anders over. Ja, je ziet, traditioneel is het zo dat alles wat je maakt, moet je tegen je aanhouden en vooral niet openmaken voor de wereld. Als securitybedrijf kun je jezelf dat niet veroorloven, denk ik, op lange termijn. En dat is puur om de reden dat als ik zeg dat wij end-to-end beveiliging hebben, end-to-end encryptie hebben, dat ik dat kunnen controleren. Ja, eigenlijk. Je moet onafhankelijk kunnen valideren dat dat zo is. En dat kun je bij heel veel platformen gewoon niet. En wij denken, als wij serieus menen wat we zeggen, en dat doen we, dan moeten we dat gaan doen. En daarom is dat ook onze ambitie om dus dat zo snel mogelijk te gaan doen. Zeker. Ja. Hey, als het over open source gaat, er zijn in de open source softwarewereld natuurlijk tal van bedrijven die zowel hun technologie vrijelijk beschikbaar maken, als er een bedrijf op bouwen waar ze geld mee kunnen verdienen. Wat al een bijzonder concept is, hè? Dat kenden we, zeker, dat kenden we vroeger natuurlijk ook niet. In jullie geval, in jouw toekomstvisie,
Hoe zou dat dan werken? Want ik ben ooit heel lange tijd geleden zelf betrokken geweest met een open source project. En dan zei mijn directeur altijd, Erwin, gaan we dat ook nog weggeven? En dan zei ik, ja, en daar worden we beter van. Ja, het is moeilijk, ja. Het blijft een ingewikkeld concept. Echt moeilijk doorheen, ja. Ja. Dus hoe gaat dat bij jullie werken? Nou, ik denk, we zijn sowieso een jong team. En we hebben allemaal volgens mij een visie dat we geloven in die transparantie die we willen bieden. We zijn ook echt stuk voor stuk, geloven we dat privacy belangrijk is. Dus ik denk dat we allemaal genoeg willpower hebben om dat om door te zetten. En volgens mij zijn er ook genoeg bedrijven die bewezen hebben dat het kan. Ja, een eerdere gast van jullie heeft het volgens mij ook super gedaan, van GitLab. Van GitLab, ja, ja. Zeker. Dus, nogal. Ja. Jij doet het best lekker, hè? Ja. Ja, wij gebruiken het ook. Ja, wij krijgen altijd 10% van alle dat soort. Oké, dat verklaart ook wel de studio hier natuurlijk. Ja, dat klopt. Nee, maar ik denk dat dat kan. En als je je security serieus neemt, dan moet je dat ook doen. Ja, ja. Hey, ik noemde net al even WeTransfer. Wij hebben allemaal erg genoten van een grote rel binnen het Nederlandse wereldje, niet zo heel lang geleden, eind vorig jaar. Toen jullie, volgens mij waren jullie net gelanceerd of 2 weken, 3 weken. In beta, ongeveer. Weet ik veel, ja. Ergens in die fase, hè? En toen riep een van jullie in een interview van dat jullie eigenlijk een soort WeTransfer waren, maar dan veilig. Ja. En toen? Ja, nou toen. we zijn inderdaad geïnterviewd door Daniel Verlaan van RTL. Ja. En dat interview ging hartstikke goed zelf. Maar na die publicatie inderdaad zijn er een aantal, is er één of meerdere juristen hebben in ieder geval een brief gestuurd richting onder andere RTL, maar ook richting Metro. Ja, dat was een advocaat van door van WeTransfer gestuurd. Ja, en die hebben daarin een... ik zou het even een verzoek noemen, gedaan om dat gesommeerd, offline te halen. Ja, om het artikel offline te halen. En directe inbreuk op persvrijheid, zou ik zelf stellen, is zeker geen strategische... Wat was de reden dat WeTransfer daar bezwaar tegen maakte? Ja, dat... Ik zag wel dat jullie heel snel daarna excuses kregen, of iedereen eigenlijk, RTL. Maar wat was de reden die ze gaven? Ik heb achteraf, ze hebben dat nooit gecommuniceerd, voor zover ik weet in ieder geval. Ik zou me kunnen voorstellen dat het iets te maken heeft met een public offering die ergens in de lucht schijnt te hangen. Maar dat weet ik niet. En ik kan me voorstellen, ik heb ook gehoord in ieder geval dat een van de founders van WeTransfer zelf ook zelf hier helemaal niet achter stond, achter deze actie. Ik zag een tweet van Nalde die inderdaad zei het is ook gewoon knap lullig wat er gebeurd is. Je heeft hier ook gezeten, dus we kennen hem goed. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik ken hem. Wat een gedoe. Schrok je ervan toen dat gebeurde? Op het moment zelf behoorlijk, ja. Het was redelijk overdonderend. Het was wel een interessant verjaardagscadeau, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was wel leuk. Maar het is, op dat moment schrok ik er wel erg van. En achteraf, ik kan niet ontkennen dat het ons toch wel geholpen heeft, ja, zeker. Wat heeft jullie aan aandacht? Anders hadden mensen niet geweten dat je bestond. Nee, want ik las dit overal. Ja, het was redelijk busy, ja. Ja. Nee, maar het was... Tot en met de Amerikaanse media pikte het op. Ja. Om wat context te bieden, denk ik. We waren inderdaad toen echt een paar weken waren we in onze beta. En we zaten echt op een klein aantal gebruikers. En dat is bewust, we wilden het gewoon klein houden. We dachten gewoon van... Weet je, onze grote hard launch doen we later. Die komt er binnenkort aan. Dus we hebben het heel zacht, rustig aangedaan. En gewoon om te kijken met de eerste beta-gebruikers. Wat zijn hun feedback? Kunnen we wat verbeteringen doen? Security tests doen? En dan komt opeens dit op je dak. En toen zijn we in één klap zijn we richting de 2000 gebruikers gegaan. En daar waren we zelf niet op voorbereid op dat moment in ieder geval. We zagen het niet aankomen. Maar we werden opgepakt in allerlei soorten media... We hebben wel een hoop interviews kunnen geven hierdoor. En het heeft ons nu wel, het heeft ons enorm geholpen. Ja. We hebben heel veel feedback gekregen. Dus dat is echt fijn. Was je ook niet ongelooflijk trots? Want ik zag zelfs artikeltjes in de Amerikaanse media. Dat die gingen dan maar eens even vergelijken tussen jullie die net begonnen waren. Ja. WeTransfer, Dropbox. Dat je in zo'n rijtje gelijk staat. Ja, dit is voor ons wel heel gaaf. Dit is super gaaf. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja. En het is ook... Weet je, we werken hier al een tijd aan en we zijn er allemaal, we maken ons er echt hard voor. Ja. En je ziet dat je er iets voor terugkrijgt uiteindelijk, gewoon op een andere manier wellicht. Maar mensen begrijpen nu wat het was een klassiek voorbeeld dat het niet uitmaakt hoe je in de pers komt als je maar in de pers komt. Exact, ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. Ja. Hey, die prijsstelling, ik zie hier staan, je hebt een basic versie waarin je een beperkt aantal documenten, zeg maar, met een 1 gig opslagruimte. Daarna is de pro-versie €2 per maand. De company per gebruiker per maand €4 en dan heb je nog een soort duurdere versie. Ja. Ja, het voelt als een zeer democratische prijs, zeg maar. Is het ook, Een haalbare prijs.
Wat heb je daarvan geleerd, zeg maar, sinds die tijd? Ik ken best veel start-ups die zo beginnen en dan zie ik op een gegeven moment zie ik die prijzen omhoog gaan. En ja, dat is hoe het vaak loopt. Welk gevoel heb je ervan gekregen? Is dit de prijs waarmee je een bedrijf kan bouwen? Op dit moment voel ik me hier comfortabel in, zeker omdat we het op schaal uiteindelijk zullen moeten gaan draaien, zoals veel SaaS-startups dat hebben. Sowieso, we hebben dus die eerste Basic en die Pro, doen wij om consumenten te faciliteren. En die Pro, dat is echt tegen kostprijs aan, daar verdienen we niks aan, nauwelijks iets aan. Dat is ook helemaal niet onze focus, maar wij geloven wel dat iedereen die mogelijkheid moet hebben. We zijn echt business to business en we denken eigenlijk dat we met businessklanten, met interessante integraties, dat ons model zeker schaalbaar is. En wat we ook in de toekomst gaan doen is wanneer we grote nieuwe features zullen uitrollen, dan zullen we die als een meerprijs kunnen die beschikbaar stellen. Maar de basisfunctionaliteit zal gewoon voor deze prijs beschikbaar zijn en daar staan we achter, ja, absoluut. Ja, en is die business to business, is dat een harde keuze? Want daarin onderscheid je natuurlijk al heel erg van retransfer of zo, hè? Ja, dat is wel een redelijk harde keuze, ja. Want als je naar consumers gaat, en op zich, dat kan ook op lange termijn heel erg goed werken. Alleen je ziet inderdaad, als we het hebben over awareness, waar we het in het begin van het gesprek over hadden, dan zie je dat bedrijven op dit moment een stuk meer bewustzijn hebben, zij het enigszins geforceerd via wetgeving. Waardoor wij in ieder geval nu al onszelf een kickstart kunnen geven om in ieder geval snel een stabiele revenue stream te hebben. En uiteindelijk, ja, we willen ervoor zorgen dat we dit iedereen kunnen faciliteren. Dus consumenten is in de toekomst zeker nog interessant. Nu niet onze focus. Als je business to business bent, betekent dat je veel specifieke aandacht als het over sales gaat hieraan moet besteden? Bij wijze van spreken bij de bedrijven langs? Dat hebben we overwogen en we zien ook dat andere bedrijven dat op die manier gedaan hebben. We zijn een klein team op dit moment en we denken dus op dit moment dat het oké is om te gaan samenwerken met resellers. En daar zijn we ook trots op eigenlijk. Dat zijn partijen die hebben al een goede relatie met hun klanten en die op dit moment krijgen ze ook vaak de vraag juist, wij zijn nog op zoek naar een oplossing als Scotty is. En wij hebben dus gewoon in ons businessmodel meegerekend dat wij daar commissies voor zullen afdragen aan die resellers. En dat zijn de belangrijke partners voor ons, absoluut. Hey, hoe zijn jullie gefinancierd? Jullie zijn net begonnen. Ja. Dat is altijd een dingetje. Spannende periode inderdaad. Als je een software startup bent, hoe hebben jullie dat gedaan? Allereerst hebben we gewoon een beetje op een houtje gebeten. Dus je moet gewoon je kosten zoveel mogelijk beperken. We hebben wat ondersteuning gekregen van Accelerator, dus die is early stage bij ons ingestapt en heeft ons gewoon wat... Welke? Startup? Accelerator, dat is Sparkplug Ventures. Oké. Okay. Dus die heeft ons initieel veel geholpen ook om onze business case wat scherper te krijgen. En we zijn recentelijk hebben we een tweede fundingronde hebben we opgehaald, waarmee we dus in ieder geval de komende tijd weer vooruit kunnen. Maar er is nog een informal of... Het is, hoeveel? 75.000 hebben we opgehaald. Ja. Oké, dat zijn nog kleine bedragen. Ja, zeker. En de hele ronde is nog niet klaar. We verwachten deze maand ongeveer wel in te vullen. Dus we zijn nu nog op zoek naar... In totaal zijn we op zoek naar 325.000. Ja. Ja. En daarmee denk je te kunnen uitzingen tot je break-even bent? Maar er zit natuurlijk wel een tweede plan bovenop. We denken nu, we hebben een conservatief model, wat we nu hebben, is daarop gebaseerd. En daarmee kunnen we in ieder geval zelf richting de basis van sustainability brengen. Maar uiteindelijk, ja... En dan ga je serieus kijken hoe je... Onze ambities zijn groter dan dat. Ja. En wij gaan zeker naar een volgende ronde, op het moment dat wij dus onze groei willen gaan versterken. En dat is dan weer een volgend plan. Een volgende waar ligt jullie markt, zeg maar? Je bent een Nederlands bedrijf, maar... Mm-hmm. We kennen Duitsland bijvoorbeeld als een markt waar privacy een heel belangrijk thema is. Ja, hoe kijk je daarna? Naar verschillende landen, verschillende culturen? Ja, nou, op dit moment zijn we dus vanaf het begin hebben we ons volledig Engels ingericht. Dus we zijn er in ieder geval op voorbereid om die internationalisering door te gaan. Ja. We merken ook dat er al best wel veel traffic komt vanuit andere landen in de Europese Unie. Op dit moment zijn we ons eerst gewoon gericht op Nederland, omdat we zeker in de fase van het bedrijf waar we nu in zitten, gewoon simpelweg nog niet klaar zijn om echt al internationaal te gaan. We gaan hier nu mee starten en we hebben een groot aantal mooie partijen in de pipeline zitten waarmee we wel het gevoel hebben dat we in ieder geval zeker op schema liggen. Wellicht een beetje overperformen als het mee zit. En dat is voor nu het plan, daar gaan we gewoon mee starten en dan zullen we volgend jaar de plannen gaan maken voor een internationale uitrol. Hey, wat ik nog wel interessant vond, jullie zijn met z'n tweeën begonnen. Je bent nu met z'n vieren als je website nog up-to-date is, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja? Maar ik zag dat jullie als founders niet meer
dat je niet de baas bent. Je hebt een general manager aangenomen. Die is er ook bij. Die zit hier naast. Dat vind ik altijd interessant. Ja. Dat je de keuze maakt om te zeggen, nou weet je, we gaan echt iemand zoeken. Wij tweeën, wij zijn founders. Die de general manager van ons bedrijf wil worden. Superbewuste keuze geweest. Ja. En daar zijn we ook heel erg blij mee, absoluut. Ook zeker met onze software developer, die moet ik niet missen, Stefan. Maar we hebben Peter Paul, die is bij ons gestart een vijftal, zestal maanden geleden. En dat is puur om de reden dat Oscar en ik, wij zijn allebei echt productbouwers. We geloven heilig in wat we doen. Ja, jij bent software developer, hij is designer. Klopt, ja. Zeker. En wat we dus eigenlijk misten is wat ervarenheid en competenties in business. Heel simpel. We zagen gewoon dat de markt onderzoeken, verkennen, mensen aankoppelen, gesprekken voeren. Peter Paul heeft het allemaal al gezien, laat ik het zo zeggen. En dus het is fantastisch om gewoon iemand te hebben die al jaren ervaring heeft in het internettijdperk. En die ons kan brengen, die scotting kan gaan brengen waar het moet zijn. Maar jullie zijn zelf natuurlijk ook eigenwijs, want je weet het, jullie zijn zelf vanuit je eigen visie begonnen. Zeker, ja. Welke spanningen ben je, natuurlijk, hij doet ongetwijfeld fantastisch, geloof ik helemaal. Absoluut, ja, zeker. Maar je moet ook, daar moet ook spanningen hebben gezeten, weet je wel. Want je kan het wel bedenken, we hebben andere deskundigheid nodig, maar ja, dan komt die deskundigheid. En dan gaat hij misschien dingen doen die jullie niet willen. Waar ben je tegenaan gelopen? Dat valt er nu heel erg mee, moet ik eigenlijk zeggen. Ik denk dat we best een gedeelde visie hebben. Ook omdat Peter Paul zelf ook al eerder samengewerkt heeft met bedrijven met zijn focus op privacy. Net zoals wij dat zijn. Dus we delen best wel veel van ons gedachtegoed. Het valt op dit moment gaat dat hartstikke goed eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja? Ja. En we hebben wel eens gewoon wat onderlinge, gewoon, ja, we blijven gewoon allemaal ambitieus en we hebben allemaal onze eigen visie. Ja. Maar dat zijn gewoon kleine grapjes over het algemeen. Het gaat hartstikke goed. Oké, nou mooi. Ja, zeker. Hey, als we jullie over een jaar weer langs laten komen, wat we altijd graag doen, we maken graag vervolgverhalen. Waar staan jullie dan? Leuk. Nou, ik hoop dat Scotty dan de missie die wij nu dragen waargemaakt heeft. Dat wij zoveel mogelijk mensen, zij het bedrijven, maar ook vooral consumenten, heeft geholpen om die veilige communicatie mogelijk te maken. Dat we goed op weg zijn ook om privacy in het algemeen bewustzijn sterker te maken. Maar vooral ook dat meer vind je, mensen... Vind je die missie in feite belangrijker dan je volume over een jaar? Want ik vraag het ook, je zei net, we willen gaan internationaal, blablabla. Mm-hmm. De verhalen die elke start-up heeft. Ja, het zijn een, classics. Ja, weet je wel, oké. Vind je eigenlijk, want je zei net, we komen echt uit die privacyhoek. Dit is wel waar we echt voor staan. En onze targets die hebben wij opgesteld en die gelden voor de komende jaren. En we liggen op schema, dus ook die gaan we gewoon halen. Daar gaan we echt hard voor, maken ons hard voor. Maar dat doen we inderdaad wel echt volop. Met passie, juist door hetgene waar we voor staan. En, dat is dat en daar doe je ook geen concessies aan. Dat is absoluut duidelijk. Niet. Dit is de basis van Scotty en dat is privacy. Ja. Mooi. Super. Dankjewel. Heel veel succes. En bedankt. Dankjewel, Jeroen. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct praten we over Bundle Boon. En kijk je om die man, dan weet je dat je die uitzending ook via fastmovingtargets.nl of YouTube kunt terugzien. Dankjewel. Dag.